wedstrijden rijden. Indoor Brabant, CHJO Rotterdam, Europese kampioenschappen, wereldbeker, Olympische Spelen. Competitie, prima. Zolang de prestatiedrang je niet op hol brengt. In bijna alle Nederlandse maneges worden wedstrijden gereden. Voor een wedstrijd moet je goed oefenen met het paard dat je dan zal rijden. We volgen nu zo'n training voor een L-proef. Maken we een afgang bij de been naar het halt houden. 4 seconden onbewegelijk stilstaan. Let op dat vierkant staan, want dat komt ook in die proef voor. Voelde je wat hij deed? Ja, niets aan doen. Hij stond de eerste moment stond hij fantastisch, want sporende ook goed. Nu staat hij wat te wijd van achteren. En hij deed dat pasje achterwaarts, dat voelde je wel, hè? Nou, rustig wegdraven, let op, want daar heeft hij nogal de neiging toe. Dan heb je er zelf de neiging toe dat die hand wat te ver naar voren komt bij het aandraven. Hou hem nagevelijk. Van achteruit proberen die overgang naar de draf te maken. Ga je gang maar. Hand stil, blijf ondersteunen met die zit en kuiten. Juist. En denk aan die lichte stelling. Telkens toch die hele lichte stelling naar binnen blijven onderhouden. Gaan we straks door een S van hand veranderen vanaf de H. Juist, kijk naar die A. Deze kant op kijken, overpakken en kijk naar die M. Dat je, want anders ben je tegen de beweging in. Ja, correct. Blijf even linksom gaan. En dan maken we straks ook een volte halve baan daar in die hoek bij de M weer. Eens kijken hoe dat op de linkerhand gaat, of dat wat makkelijker gaat op de linkerhand. Is dat goed gesteld? Dat is correct. Mooi doordrijven, niet te veel met de linkerteugel, dat hij gaat draaien met zijn hoofd. Houd het hoofd op dezelfde hoogte. En kijk naar binnen weer. Ja, goed. En weer door. Maken we zo meteen een overgang naar het halt houden bij de E. En dan gaan we proberen om daar achterwaarts te gaan. Halt houden. Adem uit, ontspan. Hij staat niet helemaal correct met het linkerachterbeen. We gaan toch proberen juist bijplaatsen. Heel goed, heel goed. En nu gaan we proberen achterwaarts te gaan. Even rechterteugel, linkerkuit. Omdat zijn rechtervoorbeen voor staat. Linkerteugel, rechterkuit. Braaf, zo is braaf. En weer voorwaarts in stap. Ontspan en stap weg en draaf door. Let op dat je bij dat voorwaarts stappen en aandraven dus je paard wel aan de teugel houdt. Hij had even een moment dat hij te ver voor de teugel kwam. En dan ben je hem eigenlijk een beetje kwijt, hè? Let op, naar die hand toe drijven. En dan een grote volte bij C. Mooi in die stelling rijden. Let op, die linkerhand niet hoger gaan brengen. Hou die hand op zijn plek. Duidelijk op zijn plaats houden. En denk aan je stelling. Diep blijven zitten, dat paard fijn voorwaarts houden. Voorwaarts houden hoor. Kom. En rechtsom doorgaan. Omhoog houden die rechterhand. Dan willen we straks nog eventjes dat schouder binnenwaarts beoefenen. Dat gaan we eerst weer even in de stap doen. Voorbereiden. Goed die stap erbij houden. Zometeen opletten dat we die overgang, want dat ging niet zo fijn van de stap naar de draf, dat we die wat beter voorbereiden. Dat die niet zo zich erin gooit in die draf. Hè? Ja, schouder voor weer. Duidelijk. Ja, dat is goed. Dat is goed. Zit hij al bijna tegen de schouder binnenwaarts aan daar. Doorstappen, onderhouden. Blijf voelen dat je hem in je linkerhand terugkrijgt wat je met je rechterkuit aandrijft. Ja, en nou die draf wat mooier voorbereiden, dat hij wat makkelijker wegrolt naar die draf en niet zo wegspringt. Van achteruit lekker weg laten komen. Dat is beter dan daarnet. En dan bij C weer afwenden, Frederik. Kijk waar je heen gaat. En bij X die volte halve baan linksom. Juist, hou die wending erin. Laat hem niet te diep gaan in die wending. Hou hem aan de teugel, dat hij het hoogste punt achter zijn oren blijft houden. Die beide handen stil houden, want die blijven telkens maar weer heen en weer gaan bij je. Dus zorg dat je ze stil houdt. En dan straks gaan we galopperen.
En in die galop ook weer die takt van die galop te duidelijk bijhouden dat dat paard in dat goede ritme ligt en dat hij niet terugvalt erin. Ondersteun die galop. Juist, de middengalop. En een grote volte bij C. Denk om je buiging en stelling in die volte, daar ook tot de C door. En direct daarachter dan van hand veranderen. En bij X de overgang naar de draf maken. Recht richten. Juist, heel netjes. Bij wedstrijden is het gebruikelijk dat paard en ruiter op hun mooist zijn. In de mini-modeshow, vertoond in deel 3 van deze cursus, hebben we al laten zien wat de ruiter daaraan moet doen. Nu is het paard aan de beurt. Als de manen met een trekkammetje op maat zijn gemaakt, kan je ze nog invlechten, zoals je hier kunt zien. De manen worden in gelijkmatige plukjes verdeeld die je tamelijk stijf moet vlechten. Halverwege laat je al een touwtje meelopen waarmee je het vlechtje vastknoopt. Met een naald steek je dan de draad aan het uiteinde van het vlechtje onderlangs naar boven door het begin van de vlecht. En daar maak je met de rest van de draad het zo verkregen knoedeltje vast. Een heel gepruts, maar het resultaat is mooi. Zeker als je alle knoedeltjes nog extra vastplakt met een stukje wit plakband. In plaats van naald en draad kan je ook elastiekjes gebruiken. Veel eenvoudiger en net zo netjes als je er ook zo'n wit plakbandje overheen doet. Als je op een wedstrijd verschijnt met een onverzorgd paard, maak je al een slechte indruk voordat je een meter gereden hebt. Stro in de staart ziet er slordig uit. Maar door veel borstelen trek je nogal wat haren los, waardoor de staart dun en miezerig wordt. Nadat hij eerst alle strootjes uit de staart heeft geplukt, is Frederik nu bezig om plukje voor plukje de hele staart uit te pluizen. Hij kamt de haren met zijn vingers en zo krijg je een prachtige, volle, loshangende staart die je eventueel bovenaan ook weer met een trekkammetje iets kan uitdunnen om het geheel eleganter te maken. Denk erom, nooit met een schaar. En dan gaat alles gepoetst en ingepakt in de wagen op weg naar de wedstrijd. Een hooinet voor onderweg en de deur kan dicht. Op het wedstrijdterrein aangekomen worden de paarden eerst losgereden. Ook Frederik zit al te paard en krijgt nog de laatste aanwijzingen. Hij zal straks in de L-categorie starten. Maar je begint met B-proefjes, dat staat voor beginnend. Als je daarin voldoende punten hebt gehaald, mag je in de volgende categorie starten, de L, licht gevorderd. En dan klim je steeds weer na voldoende punten op naar M, middel, Z, zwaar, en dan nog dubbel Z en daarna de hoge dressuur. Die begint met de Prix Saint-Georges. Iedereen rijdt op het voerterrein kriskras door elkaar, dus je moet goed opletten waar je rijdt. Deze Amazone bijvoorbeeld wachtte met de overgang naar galop tot ze een beetje de ruimte had. Ook Frederik heeft een moment afgewacht waarop hij een open stuk had om de draf uit te strekken. Kon iets ruimer. Juist, juist. Dat hoofd stilhouden. Oh, nou wat groter. Klein. Je hoofd stilhouden, let op. Twee voltes aan elkaar, dat noemen we een volte rechts, gevolgd door een volte links. Ja.
Het is goed om alle gevraagde oefeningen bij het losrijden nog eens door te nemen. Maar pas op dat je je paard niet mur rijdt, want dan is het straks in de ring niet meer vooruit te branden. Ga door. En nu de wedstrijdring in. Niet helemaal vierkant. Op de rechterhand. Bij C op de rechterhand. Goed zo. Goed zo. Bij B door een S van hand veranderen. Bij B door een S van hand veranderen. Kom. 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 Een S, ja, goed omgesteld. Goed zo. Bij C op de rechterhand. Tja, het risico van de wedstrijd. Een onverwacht geluid en je paard springt weg. Dan is het heel moeilijk om voor de volgende opgave je paard weer in de hand te stellen en niet van de zenuwen steeds meer verkeer te gaan doen. Zenuwen tijdens de wedstrijd zorgen vaak voor teleurstellende resultaten. Het paard liep zo netjes tijdens het oefenen, maar als je dan in de ring bent, lijkt het alsof alles tegen zit. Eigenlijk komt dat alleen omdat je zo krampachtig je best zit te doen, dat je vergeet om gewoon paard te rijden. Dat wil zeggen je paard voorwaarts te houden en te laten reageren op je hulpen. Juist in de wedstrijd moet je proberen niet de kunstjes om de kunstjes te rijden. Ook ruiters aan de top hebben controle en instructie nodig. Dressuurruiter Rien van der Schaft krijgt deze van Piet Oothout voor de Grand Prix straks. De bedoeling nu is om de achterhand van het paard door de tikjes met de zweep verder onder te laten treden, zodat het paard zich meer zet, op de achterbenen gaat dragen. Dat is nodig om de zware oefeningen in verzameling uit te voeren. Deze oefening heet de Piaf, een korte draf op de plaats. Begrens hem iets meer rechts als je wil, ja? Dus op het moment dat ik aan begin te drijven, dat hij niet door je hand doorvalt, ja? Dat hij zich meer zet. Vat ook, ja. Wauw, heel goed. Dan ga jij wat passage rijden en dan ga ik daar, ja? Daarna maken we die changementen diagonaal MK. Niet de hele baan, hè? Daar maar afwenden zo meteen, ja? Dat je een stuk aan profiel komt. Passage is een verheven draf met een verlengd zweefmoment. Het paard tilt zijn benen hoger en langduriger op. Kom, kom daarbij. Ja. Ja, buitenkant wat meer begrensd, Rini. Ja, daar, ja. Hou hem daar ingesteld. Goed zo. We gaan van hand veranderen. Middelgalop. X. Vierende changement. En bij M, 9 maal om de 2. 9 maal om de 2. Hij bedoelt 9 galopchangementen om de 2 passen. Het paard springt dus weer om van de ene in de andere galop. Eerste changement. 1, klopsprong 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. En nu de proef. Een pirouette linksom op de middellijn, gevolgd door een pirouette rechts.
van hand veranderen en 9 changementen om de 2 passen, die je precies op de diagonaal moet verdelen, dus na de hoek beginnen en voor de volgende hoek klaar zijn. Daarna van hand veranderen met 15 changementen om de pas. Het paard zwaait iets te veel heen en weer met de achterhand. Verzamel de draf en dan van hand veranderen in uitgestrekte draf. Afwenden op de korte zijde, halt houden op de middenlijn en 4 passen achterwaarts en voorwaarts in passage. Een volte halve baan rechts in passage. Bij X 10 passen piaf, gevolgd door passage en een volte halve baan links. We zijn aan het einde van de proef. Halt houden en groeten. Hoe mooi de uitvoering van de Grand Prix ook is, de samenwerking tussen ruiter en paard is waar het om gaat, op ieder niveau. Belangrijker dan de wedstrijdresultaten is de harmonie tussen ruiter en paard. Bijbehorende cursuspakket kunt u bestellen door €39,50 over te maken op Giro 15151 ten name van Afro Hilversum onder vermelding van paardencursus. En het pakket bestaat uit een fraai cursusboek, een roskam, een hoevenkrabber, diverse informatiebladen en een leuk stripblad. Het is ook verkrijgbaar in de boekhandel, de paardensportzaken en warenhuizen. Omgaan met paard en pony volgende week maandag om 6:10, deel 7 bij de Afro.